Hi, ik ben Roger, een product manager bij Casio Benelux. Op de ISE 2017 beurs heeft Casio een 4K 5000 lumens lampvrije projector geïntroduceerd. We zijn nu een paar maanden verder en dit is de XJL8300HN. Hij is nu leverbaar en wil jij weten hoe het eindproduct eruit ziet, met daarnaast een kleine uitleg over de basisspecs, bekijk dan onze eerste unbox video. De specificaties van de XJL8300HN. De projector is uitgevoerd met een 0.660 DLP-chip die native 4K UHD kan weergeven. Zoals alle Casio-projectoren is deze ook lampvrij en heeft een 5000 lumens laserlichtbron aan boord. Het contrastniveau staat op 20.000:1 en de projectorgewicht zit op 19,8 kilo. De projector is uitgerust met een vaste lens die een zoombereik heeft van 1,5. De throw ratio is 1,38, staat tot 2,02. Voor fijn afstelling van de positie van het beeld is de projector uitgerust met een horizontale en een verticale lensshift. Aan de linkerkant van de projector bevindt zich een bedieningspaneel en alle aansluitmogelijkheden. De projector is voorzien van twee verschillende HDMI-poorten. HDMI 1 is de zogenoemde HDMI 2.0 versie. HDMI 2 is de HDMI 1.4 versie. Mocht u een 4K-bron aansluiten, ofwel de 4K UHD met 60 Hz, sluit hem dan aan op de HDMI 1-poort of gebruik dan de HDBCT. De bijgeleverde accessoires. Een verkorte handleiding. Een infrarood afstandsbediening die overigens ook bedraad aangesloten kan worden via deze poort. De batterijen. Twee HDMI kabelbeveiligers. Een lensstopbeveiliging voor een verticale projectie die hier erin stopt. Stroomkabel en een VGA-kabel. Voor meer informatie van Casio projectoren, kijk dan op onze website of neem contact op met jouw professionele audiovisuele specialist. Binnenkort gaan we nog een uitgebreidere video maken van de XJL8300HN. Wellicht tot de volgende keer.